afgelopen jaar was de ploeg altijd omschrijven als ploeg voor de klassiekers. Hoe zou u de ploeg nu omschrijven? Een ploeg en evolutie. Die waren altijd plaatjes aan zijn hoofd te hangen van klassieke ploeg. Maar we hadden daar al gewerkt de laatste jaren. Want toch ook al een keer tweede geweest met Mas in de Vuelta. 6 en 8 in de Giro met de jonge Bob Jongens. 2 keer 6 denk ik in de Tour. Met 15 aan gele trui voor Julien. Dus je zag het wel aankomen. Maar dit was natuurlijk de kers op de taart. Betekent wel, als ik kijk naar het afgelopen jaar, dat de dominantie zoals we dat altijd kennen van de ploeg, dat niet altijd zagen, in ieder geval niet in de voorkant van het peloton. Doet het u ook in een zekere zin pijn dat niet meer het geval altijd is geweest? Er waren omstandigheden. Hè? Als je op een totaal van 29 renners of 30 renners, 11 jongens hebt die oud zijn door COVID of kwetsuren, dan kun je niet meer gelijke wapens vechten. En dat was jammer genoeg bij ons het geval. Maar ik reken erop natuurlijk, als je kijkt naar Jumbo, die hebben eigenlijk een beetje een kopie gemaakt van wat dat wij vroeger hadden. Als er 7 renners aan de start komen, ze alle 7 winnen. Misschien behalve Van Hooijdonk dat ze gaan gebruiken in een Tim de Klerk-rol. Julien komt terug naar de Noordklassiekers. We hebben nog altijd Lampard, Seneschal en Asgreen. En als we dat collectief kunnen manoeuvreren, dat we in de finale geraken, dan zijn we niet op voorhand verloren. Hebt u er vertrouwen in dat oude beeld weer gaat herleven? Ik geef het vertrouwen, ja. En er zijn een paar dingen natuurlijk die nog meespelen. Er zijn ook renners die in contract zijn. Dus ze gaan dubbel gemotiveerd zijn om een salaris te justifieren, zoals men zegt. Nu is het ook zo, is bij u ook de voorliefde voor de wedstrijden veranderd? Verschoven van klassiekers naar wat nu even een poel past? Goh, maar ik win alles graag. Niet voor niets zijn we de laatste jaren altijd het meest winnende team geweest. Bij mij kan een kermiskoers even leuk zijn dan een rit. Maar ja, ik steek natuurlijk niet weg. Dat winnen in een grote ronde, ja, dat was natuurlijk voor België, werd al bijna wanhopig. Het was 44 jaar geleden. Heel veel jongens die hier aanwezig zijn, hebben dat nooit meegemaakt. Ik wel. Maar kijk, we gaan proberen verder dan op die drive. Hoe lastig is het om voldoende ondersteuning voor Evenepoel in de ploeg te krijgen? Het is natuurlijk wel lastig, want ja, je zult binnenkort wel zien. Op de wedstrijden gaan de managers toekomen. En die denken natuurlijk, hij heeft renners nodig en die Evenepoel. We gaan de prijzen een beetje opslaan. Hè? Want voor mij zal het dan... Die renners meer kosten dan voor iemand anders, maar het is zaak van mij om mij niet te laten beïnvloeden. Bent u in dat opzicht ook voorstander van zo'n salarisplafond waar wel eens over gesproken is, om het eerlijk te houden, om niet met Jumbo-Visma's en de Ineos te hoeven concurreren? Enerzijds zou ik zeggen ja, maar anderzijds, ik ben een democraat. En ik vind, ja, de markt bepaalt wie wat betaalt. En dat... Neemt u vrede mee dat dat misschien altijd niet in uw voordeel is? Bah, het is niet altijd leuk, maar soms zijn er ook wel leuke kantjes aan. Als je met een merkelijk kleiner budget de grote budgetten kunt kloppen, dan geeft dat ook voldoening. Tot slot, Remco is best wel bescheiden over zijn ambities. De Remco van 2019 had gezegd, ik ga die Giro winnen. Dat hoor ik hem nu niet meer zeggen. Hoeveel invloed heeft u daar op die gedaantewisseling gehad? Hij heeft natuurlijk enorm veel kritiek gekregen. Ik ben natuurlijk van een oude generatie. Bij ons thuis aan tafel waren we 5 kinderen. Mijn ouders bij 7, je mocht niet babbelen. In de studie en school mocht je ook niet babbelen. In de klas ook niet. En de refter ook niet. Dus je mocht nooit babbelen. En dan zeiden ze, die Vlamingen die kunnen niet spreken. Natuurlijk niet. Wij waren niet gewoon van spreken. En dan zie je dat evolueren met de jaren. En dan zie je die jonge gasten komen af. Ze hebben geen remmingen, als ze een micro zien of een camera, worden ze niet gestrest en ze zeggen gewoon wat ze denken. En dan ja, bepaalde mensen kunnen dat niet goed aan. Ik denk, Nederlands misschien wel iets beter dan Belgen. Maar natuurlijk, als je vrijpostig bent en zegt wat je denkt en wat je wil doen, ja, moet je het op een keer ook gaan doen natuurlijk. Ik vergeet één laatste vraag. De logische volgende stap voor Fabio Jacobsen. Is dat een Gent-Wevelgem-achtige koers? Ik weet het niet. We hebben dit jaar geprobeerd. Een paar klassiekers zijn eens tegengevallen. Fabio is redelijk zwaar gebouwd. En natuurlijk, door zijn toren vinden altijd de manier om klassiekers nog harder en harder te maken. Als je weet, in de grote tijd van Ede Merckx, ik denk dat Eddy legt de lekkerbaren van de parcours van nu. Er waren 7 hellingen in de Ronde van Vlaanderen en nu 27.
En daar reden ze één keer de Kemmel op. En nu drie keer. Met al die andere bergjes er rond. Dus. Ik denk, hij moet hem specialiseren op wat hij goed kan. Scheldeprijs. Als Paris Tours weer normaal doet zoals vroeger. Geen keien. Ik bedoel gravel. Etappes.